نبدي لك كانت تجي هنايا ملي كانت صغيره وي كي كانت هي ملي كانت صغيره شويه مش غايبه يا Tof dat je kijkt naar Back to the Roots. In deze nieuwe serie vlieg ik samen met artiesten naar het land waar hun roots liggen. Hoe hebben de roots de artiesten gevormd? En hoe belangrijk is het voor hen? Voor de eerste afleveringen vlieg ik samen met de one and only Numidia naar Marokko. Kijk, dit is het winkeltje. En dit winkeltje zat ik altijd chillen. Ging ik altijd kauwgom hosselen. Soms zei ik tegen hem, ik kom kauwgom. Zegt, geef geld dan. Ik zeg, ik heb geen geld. Zegt, je komt uit Nederland, man. Wat is met jou? Je komt uit Nederland. Maar die guy is hier nog steeds gewoon. Ja, zou die je nog herkennen hier? Ja, tuurlijk. Ja? Hola, ik krijg gewoon weer alsof ik nooit weg ben geweest of zo. Ja, maar die kleine media. Het is raar, ik echt lang niet meer hier ben geweest. Maar het gevoel is gewoon alsof ik nooit meer weg ben geweest. Kijk, hij is nog steeds daar, mijn skin. Echt, ja. Echt. Assalamu alaikum. Kijk daar in, Hena. Alhamdulillah. Dit is wel echt jouw buurt, dit hoor. Ja, dit is wel echt jouw buurt. Foto's maken, familieleden, bekende mensen hier die je nog kent van vroeger. Lihsha, Rustim Lih, Kursim Lih. Wauw, gabis Gwami, hè? Akbar drie had zag zwijt. Ja. Hoor ook aan hem niet. Ze zegt: Je bent niks veranderd, je bent steeds dezelfde. Hè? Nta. Maar dat is mooi, iedereen herkent jou nog als die kleine meid. Ja. Niet als de artiest in de media. Ja, ja, cool. In Nederland, iedereen kent jou als ze weet dat de artiest. En hier is het. Ik was gewoon echt rebels in deze buurt. Ik ging ook altijd met die mensen hier om. Studio Simo. Ja. En je hoort al een beetje op de achtergrond. Die muziek. De muziek, ja. Ik ben benieuwd, man. Ik ben ook super benieuwd. Zijn we gaan? Laten we gaan. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Wat vooral? Is dat gaan? Wat vind je ervan? Elke instrument het is die gewoon... je zo ziet, een studio in Nederland, ziet er man. Uit. Maar je moet voorstellen, je komt hier binnen en je denkt, hoor, de passie. Alle is... Mijn vader in de studio, Venlo, beneden, in de kelder, heeft precies zo. Zeg maar, ik zie hier die vlag natuurlijk. Ja, de trots, man. Trots, trots. Ja? Heel veel trots, man. Ja? Ja, man. Dit is de MSZ-vlag van de RIF. Ja. Deze vlag geldt niet alleen voor Marokko, maar dit geldt voor heel Noord-Afrika. Ja. Dus van links tot rechts Noord-Afrika draagt deze vlag. En de vorige naam van Noord-Afrika in vroeger was Numidia. Zo ben ik genoemd door mijn ouders. Mooi, dus deze vlag staat voor mijn roots, maar ook voor mijn naam en voor mijn mensen. Als ik eens vraag, wat jij denkt me aan, gaan en ik krijg niet genoeg. Weet je wat jij met me doet, oh? Weet niet of jij er voelt, oh? En dat geeft me even zo'n no-no. Baby, kom bij me, dit was te lang, want ik geen
Ja, goed man. Eerlijk? Ja, zeker. Eerlijk, echt leuk. Eerlijk? Echt top. Echt. Zo'n challenge hebben gewoon challenge. Man. Zonder oefenen, alles. Ik ga gewoon. Ja, maar zo. Maar dat is wel Hussein, man. Dat, yeah. Marokko, überhaupt. Deze mensen maken nog steeds muziek uit passie. Dus op het moment dat zij iets horen, dat is gewoon muzikaal. Dat snappen ze. Dat is mijn vader, doet precies hetzelfde. Hij kan geen bladmuziek zingen. Hij kan elke instrument spelen als hij op zijn gehoor. Ja. En dat vind ik mooi aan deze plek. Ik ben niet normaal, maar ik kan haar voor Amerika schrijven. Maar je mag het allemaal zien. Maar ik kan haar voor Amerika schrijven. Ik kan haar voor Bara, ik kan haar voor Iflash. Ja, mijn vader is een legend hier. Ja, hij is een legend. Voor mij is dat nu gewoon een ding van ik neem het mee, ga in de studio en ik ga alleen maar Berberse pokus maken. Ewa! Kasje, ik heb fans hier voor jou. Ewa! Rashid! Is het? Hij gaat kijken. Nee! Dit is zo Afrika Visioen. Dit zijn jonge jongens nog. De majeur. Kijk hem. Zoekeren naar Barashid. Barakalafi. Wat vind je ervan? Dag vader, wat vindt u ervan? Wij zijn met Fanix hier, we zijn met camera hier. Met die hele crew zijn we hier. Wat vindt u ervan? Hallo, hij is helemaal blij. Wat vindt u ervan als u het zo hoort? Ja, mijn vader was gelijk op dat gewoon, samenwerken en zo. Is mooi om te zien, hè? Ja, zeker. Doei! Mijn vader is gewoon sowieso blij. Ik ben blij dat er ook andere mensen zijn die naar hem opkijken, weet je. Ondanks mijn vader al 61 is bijna. Is het wel... Ja, blijven jonge mensen nog steeds naar hem kijken en dat, ja. vind ik vet. Mooi, hè? Ja. Dus en je vader die hier als een legende wordt gezien. En jij die nu een soort van stokje aan het overnemen is. Ja, is ja. Toch echt bijzonder, man. Dus lijp, hè? In dezelfde stad. En besef, ik had het besef nog niet, maar nu krijg ik dat besef heel erg. Ja. Dat ik echt een stokje aan het overnemen ben. Dus lijp. Ik moet er echt wat mee doen. Ik moet niet laten liggen. Nee, man. Het zou faya voor ze zijn. Ja. Zou ik heel erg vinden, man. Wel een goede besefmoment eventjes om... Het raakt me wel. Omdat het gewoon mijn roots is, weet je. Mensen kijken hier echt naar mij op. En ik ben een vrouw, moet je voorstellen. Dat is heel wat in Marokko, hè. Dus ja, ik denk dat ik door moet gaan vechten, man. Ja, dit geeft je hopelijk een extra boost. Ja. Extra boost. Chico, chocolata. De slebbers die wij hebben gekocht. Ja, hè? Mooi, hè? Eerlijk, het staat mooi bij de kleur van de zee. Zeker weten. Toch? Zeker weten. En daar zo. Kan je dat lezen? Nee. Kan je het lezen of niet? Jij kan het lezen, ik toch? Ik kan het wel lezen. Allah, Al-Watan en Malik. Allah, Al-Watan en Malik. Ja. Vet, man. God, Allah, Al-Watan, ja. Het land en Malik. De koning. Koning, ja. Ja, en dit was het, Numidia. Ja. Dit was het. Hoe heb je het ervaren? Ja, echt top, man. Ja? Top. Ik heb wel echt genoten van alles. En ik heb ook veel dingen gezien en geleerd en beseft of zo. Veel dingen had ik niet verwacht. Zoals? Ja, gewoon die mensen, die fans. Weet je wel, veel mensen die mij kennen. De mensen die ik inspireer hier, terwijl ik nog zo jong ben. Ook oudere mensen, weet je wel, dat ik hun inspireer. En hoe iedereen mijn vader hier kent, hoeveel mijn vader hier eigenlijk heel veel heeft gedaan in dit land. En eigenlijk nog meer hoeveel ik van dit land hou, man. Zeg mooi, eerlijk, hè? Ja. Echt mooi. Ja, wat blijft jou bij? Wat mij bijblijft? Qua situatie is meer de band, denk ik. Mijn vader, familie.
dat echt, familie, want ik heb ze ook echt lang niet gezien. En muziek, hoe mooi ons land is eigenlijk. Wat neem je mee naar Nederland? Sowieso dat ik sowieso meer Berberse muziek ga maken. Dat kreeg je ook terug hier, hè? Ja, man. Van, ja. Ze willen meer van me horen en ik wil dat hun ook geven, weet je wel. Ik had niet eerst het besef van dat hun echt naar mijn muziek luisteren, dat ze echt wachten op mijn muziek. Dus ik ben blij dat ik dit heb kunnen meemaken, want nu weet ik ook wat ik moet gaan doen in Nederland, weet je, met mijn album en met andere tracks die ik wil gaan maken. Dus ik ga sowieso veel meer muziek voor maken en ik ga ze ook vaker terugkomen, man. Numidia, zeker. Ik wil je bedanken voor deze fantastische, inspirerende week. Ja. Het was echt heel mooi ook om je familie te zien en om deze kant van jou te zien. Ja. Ik wil je bedanken en ik wil jou bedanken voor het kijken. Laat het even weten hieronder in de reacties wat je ervan vindt. Ik ben ontzettend benieuwd. En ja, nu. Ja. Knuffel.